Hartelijk welkom in de studio, Bert Zwier. Ja, goedemiddag. Ja, hoe was die Westerdorf, jongen? Ja, gezellig, hè? Leuk, hè? Ja. Leuk. Heb jij Evert daar nog gezien? Ja. Heb je hem wel gesproken? Ja, ik heb halve liters van hem gehad. Goeiedag. Ben je toen wel op bed gekomen? Of? Nou, het was één dag bij. Toen wou ik ook 's morgens geen chocolademelk met de rum. Ja. Nee, hè? Nee. En dat was wel vaste prik bij jou boven de berg. Ja. Dat was wel vaste prik. Maar ja. Die ochtend dus niet meer. Nee, toen was het hem over. Ja, want jij zat in de radio te luisteren maandag en je dacht van, hey, wat klinkt dat gezellig. Ik stap vanmiddag in de auto en ik rijd die kant op. Ik zat zondagavond met mijn vrouw te eten en met vrienden. En ik zeg, ik ga morgen naar Westerdorf. Dat vind ik hartstikke mooi, maar ik ga niet mee. Ik heb sneeuw genoeg, had ze. Dus je kon mooi alleen gaan. Ja, precies. Heb je toen Gea meegenomen? Nee, ik heb Gea niet meegenomen. Dan moet je toch even vertellen. Je hebt Gea bij je. Ik heb... Geen Lucas, dat zet toch een beetje... Je weet dat Gea mijn manager is, toch? Oh, jouw manager? Ja, zeker. Ik dacht dat zij verantwoordelijk was voor jouw danspasjes. Ook. Ja. Hey Bert, ja. Het gaat goed met jou als visboer, maar ook als zanger, hè? Ja, gaat super, hè? Gaat lekker, hè? Ja. Je gaat ook zingen, toch? Ja, als je dat... Ja, dat zou ik graag willen. Vorige week zat je ook bij ons in het hotel te zingen. Dat ging er af, hè? Ja, was gezellig. Mensen die allemaal op de bankje. Jij vond het zo leuk dat je zelfs een paar keer terugkwam, hè? Ja, ik ben vrijdagsmiddags nog even terug geweest. Maar ik denk, ik zag al die halve liters er weer. Ik denk, nee, ik ga weer weg. Hey, voor jou dreigt het ook, jongen. Het spelletje geen ja en geen nee. Zo. Dat is de welbekende zoemer, hè? Hoi, hoi, hoi. Jij weet als vaste luisteraar hoe het werkt, dus ik hoef het niet uit te leggen. Ja, ik probeer René Becker eigenlijk te evenaren. Dat was 2 minuten 59. Ja. Oei, oei, dus heb jij stiekem geoefend? Nee. Zie je wel, dat gaat toch. Ellen, heb je er een beetje vertrouwen in? Nee, helemaal niet. Nee. Een visboer die geen ja en geen nee kan zeggen. Nee. Je weet hoe het werkt, hè? Ja. Dus ik hoef verder niet uit te leggen. Nee. Nou, dan gaat je tijd nu in. Jij bent visboer. Dacht het wel. En dat doe je nog steeds met veel plezier? Heel veel plezier. En waar verdien je nou meer geld mee? Met zingen of met visboeren? Met vis. En hoeveel verdien je dan ongeveer? Redelijk. Redelijk. Ben je... Nou, was mijn mijn volgende vraag geweest. Ja. Ben je er rijk mee geworden? Ik heb er een lekker leven van kunnen leiden, ja. Ik vraag of jij rijk bent. Nee. Wat is rijk? Ellen, weet jij wat rijk is? Als je gezond bent, dan ben je rijk. Nee, maar financieel bedoel ik. Volgens mij financieel rijk is volgens mij, er zijn richtlijnen voor. Hè? Iets van 3500 euro per maand, nou, dan ben je rijk. Er zijn maanden bij, dan heb ik nog minder dan minimum met zo'n ja, precies. Ik weet wat voor auto's met dubbel S je rijdt. Dus het gaat goed met jou, ja, hè? Ja, het gaat super goed. Ellen? Ja. Hij was de topper van de dag. Nee. Ja, ik kan er niks aan doen. Ja, het is echt waar. Oh, sjoe, 13 seconden. Wat heb ik gewonnen dan? 13 seconden. Nou, we laten je leven. We laten je leven. Wat is de hoogste op dat moment? Voor vandaag. Ik zou niet zeggen, voor vandaag ben jij de beste in ieder geval. Dankjewel. Maar dat levert niks op. Dus je moet nog even wachten. Maar 13 seconden, dat is geen René Becker tijd. Nee, absoluut niet. Nou, we gaan eraan luisteren. Dames en heren, Drenthe live op de laatste vrijdag van de maand. Hier is voor jullie de zingende visboer Bert Zwier. Laat me niet langer alleen, want in
het is hier net zo gezellig als vorige week. En ze staan alweer boven op de stoelen.